Vaker de nacht van de vluchteling geopend, of ik zong een lied of ik deed een interview. Ik dacht, ik wil het zelf ook meelopen. Dat was eigenlijk iets wat ik sowieso vond dat ik ook moest doen. We zitten nog maar op een kwart, dus, maar het gaat super. Een beetje warm, maar verder gaat het prima. Empathie laten zien en dat er dan ook zeg maar bewustwording wordt gemaakt van het is gewoon belangrijk, weet je wel. Omdat ik zelf vluchteling ben uit Irak, toen ik 9 was, was ik gevlucht en de reden dat ik meedoe is om toch een zetje te willen geven dat ook heel veel mensen aan ze denken en ze heel graag willen helpen. Ja. Ik merk toch wel dat ik een blaar heb ondertussen en dat loopt niet zo lekker meer. Nee. 4:15 begint al de eerste licht te komen. We hebben echt enorm veel vogeltjes gehoord, dus het is ook heel bijzonder om mee te maken. Op een gegeven moment gaat het een beetje verzuren, maar daar loop je wel doorheen dan. Dus het gaat vrij aardig. Ja. Ja, en we doen hem ook het liefst ongetraind, want de vluchtelingen hebben eigenlijk ook nooit tijd om te trainen. Ik ben zelf in meerdere AZC's opgegroeid en dat komt omdat mijn ouders uit Bosnië waren gevlucht toen ze allebei 18 waren. En de reden waarom ik meedoe is omdat ik heb gemerkt dat de afgelopen tijd vaak heel veel negativiteit naar boven komt over het thema. En ik hoop dat door mijn inzet en ook de inzet van al deze mensen dat we er toch een beetje iets positiefs van kunnen maken. We gaan levensreddende noodhulp verlenen in landen als Soedan, Afghanistan. Net het geld wat we hier vannacht bij elkaar gelopen hebben, kunnen we helpen. Ik heb nog een paar dansjes gedaan en een stukje gerend af en toe onderweg. Toen ik over die gele lijn liep, toen dacht ik ja, dat ik dit nog mocht beleven na zo'n barre nacht. Tegen al het cynisme in, hè, lezen elke dag de krant, maar 40 kilometer, duizenden mensen. Om te laten zien dat vluchtelingen ertoe doen. Volgend jaar weer. Ja, volgend jaar weer. Ja.